Hi, welkom bij dag 6 van deze leuke challenge. En we tekenen op dit moment de Fragments of Your Imagination. En we zijn bij dag 6 terechtgekomen. En we gaan vandaag static tekenen. En ik heb een leuke kleur gepakt. En ik ga jullie gewoon meenemen in static. En static is veel lijntjes. Lijntjes, lijntjes. Dus ik zou zeggen, kijk gewoon mee. En doe mee. En dan zie je vanzelf zien hoe het eruit ziet. Nou, ik ga van links naar rechts. Links naar rechts. Nou, dit is niet al te ingewikkeld, toch? En dan doe ik een aura. Zo. En nog een aura. En het leuke van deze is dat je deze heel goed kan gebruiken als achtergrond. En eigenlijk overal op de tile waar je een plekje over hebt. Kun je deze inzetten. Zo. Ja. Dat is een ontzettende leuke kleur, hè? Die Viva Color Sheets, die zijn echt zo tof. Maar ja, ik ben natuurlijk bevooroordeeld. Zo. En het handige van een niet al te grote tile gebruiken is, ja, je hebt ook niet echt een grote tile nodig om zo'n leuke fragment te tekenen. Ik ga hem heel even opschrijven voordat ik hem vergeet. Even kijken, het is dus static. Oh, vergeet die i. En het is dag 6 van Fragment of Your Imagination Challenge 2024 alweer. En deze is van Zentangle. Dan gaan we schaduwen. Nou, wat bij static, wat je wil, is dat de gebogen lijnen, dat die diepte gaan brengen. Dus ik ga vanaf de hoek ga ik één kant op en ik druk eerst hard en dan iets minder hard en dan ga ik dat een beetje uitdoezelen, zo, zodat je eigenlijk een gelijkwaardige zwarte, kijk, hier weet ik natuurlijk niet helemaal precies waar die was gekomen, dus ik doe dat een beetje zo. Zo. Nou, en dan is het bij de hoeken, is het, of althans, ja, de hoeken, is het donkerder. En dan als tegenbeweging, zou je kunnen zeggen, ga ik hier juist weer wit doen. En dat mag best wel een beetje door het zwart heen, dat het een beetje gaat mengen. Zo, en dan ga ik met wit deze een beetje uitvegen. Zo. En dan met een zwarte doezelaar ga ik daar weer een beetje overheen. Zodat je het lekker een beetje mengt. Nou, en dan moet je kijken. Kijk, dat kan ik niet laten zien. Maar als je hem dan op oogafstand of armlengte houdt, dan zie je dus heel goed dat je diepte hebt gecreëerd. Nou, dan rest mij mijn naam neer te zetten. En ja, ik vind hem gewoon erg leuk geworden. Super tof. En dan wil ik jou bedanken voor het kijken. En dan ben ik benieuwd of je morgen ook mee gaat kijken. Ik wens jou in ieder geval een hele fijne dag. Avond, middag. Ik weet natuurlijk niet waar je
vanaf waar je kijkt. Maar in ieder geval bedankt voor het meekijken en tot de volgende video. Doeg!